Hebben jullie hem ook gezien, vrienden, die algemene beschouwingen? Ja, die politiek, dat schiet ook niet op, hè. Ja, ik mag niet meer zoveel met mijn handjes praten, met een gezicht nu. Ja, nou, vrienden, dat blijf ik doen, hoor. Ja. Maar goed, die politiek, zeg. Ja, die elkaar dan alleen maar de maat nemen en elkaar dan, weet je wel, dan gaat er eentje beledigen en dan mag de ander weer terug beledigen. En als die weer klaar is met beledigen, dan gaat hij weer terug beledigen. Ja, en dat is zeg maar ongeveer de politiek zoals het werkt. Lekker samenwerken, hè? Lekker de problemen oplossen voor de burgers. Ben je gek? Nee, alleen maar preken voor eigen parochie, zieltjes winnen, zeteltjes en dat is het dan. Nou, goed, dat hebben we nu weer gezien. Maar nog veel erger is dat hele verhaal. Heb je dat een beetje gevolgd? Dat prijsplafonden, weet je, voor die energie en noem maar op. Daar werd de hele tijd van gezegd in Nederland, ja dat kan niet. Nee, dat kan niet. Ja, België, Frankrijk en Spanje, die hadden dat al lang gedaan. Maar Nederland kon dat niet. Nee, want dat kwam door Brussel. Ja, Brussel was er tegen. Nou, en wat zegt Brussel nu? Nee, dat hebben ze dus volgehouden, hè, kabinet. Tot een week voor Prinsjesdag. Het kon niet vanwege Brussel. En Brussel zegt, dat is allemaal gelul. Zegt Brussel. Hoe vind je die? Ja. Is dat ernstig of niet? Ik doe er nog een beetje lollig bij nu, maar dat is heel, heel erg. Moet je kijken hoe dat kabinet dan omspringt gewoon met de belangen van de Nederlandse burger. Want iedereen zat te wachten op iets, een maatregel met die prijsverlaging. Ja, daar ging het om. Ja, hoe doen we dat nou? Ja, en met je plafond. Kom daar nou mee. En zij zeiden maar, Brussel wil het niet. Maar Brussel zegt, dat kon al lang. Dat hadden we al lang goedgekeurd. Maar Nederland verzette zich. Hey. Ja, jongetje Jette zegt zelf nu via het ministerie, wij waren geen pleitbezorger. Nee, je hebt je daar lopen verzetten. Je wilde het gewoon niet. Nee, jij wilde je eigen willetje doordrukken. En dat ging dus niet. En Brussel had al lang aangegeven hoe je dat moest oplossen. Met die gas en die stroom en met die rekeningen. En niet doen. En Rutte zegt ook van ja, je kan het mij ook verwijten. Want ik was niet genoeg geïnformeerd over deze zaak. Over onbenul en knulligheid en onkunde hier. Zulke grote o's als van mijn bril. Onkunde. Dat is dan het kabinet. Die daar gewoon maar sukkel door sukkel, pom pom pom, niks aan doen. Kennis niet hebben daar in Brussel, niet de goede ingangen. Want wat komt jongetje Jette daar doen in Brussel? Dat weet Brussel ook niet. Die denken, god, komt er weer zo'n scholier langs voor een schoolkrantje. En dit jongetje Jette, ja, die wordt daar natuurlijk niet serieus genomen. En Rutte, wel, maar Rutte weet dan niet waar het over gaat. Oh, vrienden. En Kaag, die heeft ook al die tijd, de kakelen, die heeft ook al die tijd geroepen van, het kon niet. Maar het kon dus al lang. Het had dus al lang gekund. En zo, vrienden, zo gaat het kabinet dus om. Met de belangen van de burgers. Zo slecht is het gesteld met de politiek.